Ik heb heel erg veel plezier gehad aan het werken met zeer professionele ambtenaren hier. Die worden vaak een beetje weggezet als ambtenaren in de negatieve zin van het woord. Maar ik vind het professionals. Ik ben er erg blij mee. En ik heb ook erg genoten van het scherp houden van raadsleden. Het college scherp houden door raadsleden. En een mooi college gehad. Wat ik meeste ga missen is denk ik het directe contact met raadsleden. Maar vooral ook directe contact met mensen in de stad die het vooral doen. De gemeenschap maken. Wat vond u het mooiste aan uw periode wethouder zijn in Amersfoort? Nou, het mooiste vond ik toch wel dat als je een hele lange tijd bezig bent. Want het is toch lange adem als je iets voor elkaar wil krijgen. Ik heb een periode van bijna 10 jaar in de Amersfoortse politiek mee mogen lopen. Dat je uiteindelijk ook zaken gerealiseerd ziet. En wat ik dan erg mooi vind, is met name op het terrein van cultuur. Dat ligt in heel Nederland ligt dat onder vuur. Moet allemaal zakelijker, moet allemaal meer zelfstandig, moet allemaal met minder subsidie. Maar cultuur vertegenwoordigt een hele belangrijke waarde in het welzijn van de Amersfoortse gemeenschap. En dat ondanks bezuiniging op cultuur, de cultuur in Amersfoort weerbaar is. Dat er mooie locaties zijn als het poppodium Fluor nu, een vaste plek. Flint verbouwd, een mooie bibliotheek. Kade die een heel mooi pand heeft gekregen. Perspectieven op het Mondriaanhuis en op de Elleboogkerk. Mooie festivals, dat de stad weerbaar is om cultuur overeind te houden. En nu gaat u naar Utrecht, de provincie. Wat zijn uw plannen daar? Wat kunnen we van u verwachten? En ook natuurlijk een beetje, wat kan Amersfoort verwachten? Ja, gekscherend zeg ik wel eens buiten de camera om. Al het geld wat ik daar heb gaat naar Amersfoort toe. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat Amersfoort in verbinding blijft als tweede grote stad van Utrecht. Met de provincie en met andere steden om haar heen. Dat we samen met de provincie, en dat wil ik ook vooral doen, in verbinding blijven. Zo is het ook de ondertitel van ons akkoord. Maar er staat wel een uitroepteken achter. En mijn rol zal ook vooral zijn om verbinding te zoeken. Dus actief verbinding te zoeken met gemeenten, maar ook met inwoners, ook met woningcorporaties. Om stukjes stad als Amersfoort, maar ook Utrecht en ook Houten en ook Woerden en ook Zichtsevecht. En ook Baren en Soest en Bunschoten allemaal een beetje mooier te maken.